Goedemorgen iedereen. Fijn dat jullie er zijn. En dat jullie het kanaal kijkt. Goed zien. Daar zijn we hard mee bezig om onze raampjes in elkaar te zetten. En ook uit elkaar. En ik bedoel ook uit elkaar halen. Door wij. En we laten hem even zien hoe die in elkaar zit. Bij een ecosysteem. Wij zijn hard mee bezig met de eerste raampje te maken. De eerste raampjes. Goed zien. We zijn een van de eerste waar wij aan maken zijn. We zijn een van de eerste maken we een model. En dan pas daarna worden daar spijkers in gedaan worden. En later doen we een ijzerdraadjes erin. Dat is deze raampje. Te laten zien. Hier zitten ijzerdraadjes erin. En dan doen we daarna een wasplaatje erin. Dat is de wasplaatje. En dat doen we zeg maar hierachter. Hierachter. Er wordt met de roller. Want dan wordt het heel erg heet. Dan gaat hier over de ijzerdraadje heen. En wordt het dan ingesmolten. Worden alle plaatjes vastgezet. En we helpen ook de bij. Zeg maar. Een bijen zijn heel nuttige dieren. Nuttige dieren zijn het. En we doen die ook met de leiding. En mensen die moeilijk hebben, laten het hier ook zien. En hier doen wij bij het ecosysteem. Dus we maken ook al onze honing. En het mooiste is, wij slingeren alleen koud. Koud slingeren doen wij. En niet warm. Alleen koud doen wij. Omdat veel beter honing beter is. En wij toevoegen doen wij ook niet. Suikerwater, dat doen we helemaal niet. Dat is een slecht voor de bijen. Dat doen we hier ook niet. Dus het is echt een ecosysteem, echt belangrijk voor de natuur, maar ook voor de bijen. Hoe help je daarbij? Het is heel simpel. Ga tegels uithalen. Alle tegels wat jullie op het terras hebben of te veel tegels, haal het eruit. Om meer de bijen te willen helpen, dat doe je samen. Bescherm natuur en niet ingrijpen. Als je ingrijpt, je heel veel problemen veroorzaken. CO2, maar ook plastic naar in de natuur. Helpen doe je alleen met de natuur vriendelijk. Zorg dan dingen als plastic of papier geven. Papier geef dan niet alleen. Plastic is slecht voor de natuur. Zorg ervoor dat je het niet komt. Dit is een ecosysteem waar je aan doen zijn. Daar moet je jullie meer rekening mee houden, beste kijkers. Als jullie willen, natuur willen helpen, doe je alleen om ons te helpen. Het ecosysteem is een belangrijke
om bij te kunnen helpen. Telt de bijen. Tel vlinders. Vlinders. En ook, het is ook een soort bij. Bij. Jongtan zit ook wel eens in de bij. Dus, help natuur. En vergeet het niet, hè. Tegels uit het te halen.